Peter, laten we even beginnen met de Champions League loting. Nieuw format, geen balletjes. Het duurde even lang voordat je wist tegen wie je allemaal zou spelen. Maar het ging eigenlijk ook heel snel allemaal. Hoe heb je het gekeken met het team, met de staf? Nee, thuis. Op de bank met mijn vrouw. En hoe was dat? Spannend. Nee, het is altijd leuk om... Je praat nu zelfs over 8 verschillende tegenstanders. En normaal praat je over 3 verschillende tegenstanders. Dus ja, dat is best wel leuk om naar te kijken van wie komen er bij ons op bezoek en waar gaan we naartoe. Dus het was even nieuw, maar het was best leuk. Ja, laten we het hebben over de eerste 2. Paris Saint-Germain en Liverpool. Dat zijn nogal wat affiches, maar dat wist je van tevoren natuurlijk. Een oud weerzien met Arne Slot. Wat is je gevoel bij deze 2 tegenstanders? Ja, zoals alle ploegen die in die pot zaten, zijn dat natuurlijk zware tegenstanders, anders zit je niet in die pot. Maar goed, ja, iedere tegenstander biedt ook kansen en dat geldt ook voor deze 2. Het zal natuurlijk zeker niet makkelijk worden, maar wij hebben ook een goed elftal. Dus ik ben eigenlijk meer benieuwd hoe zij tegen ons aankijken uit pot 3. Zijn ze teleurgesteld of zijn ze juist blij dat ze ons krijgen? Dat weet ik niet, maar het zijn natuurlijk 2 geweldige affiches. Paris heb ik natuurlijk vaker tegen gespeeld, omdat we in Frankrijk gewerkt hebben. En Liverpool, ja, dat is een traditieclub ongekend. En inderdaad leuk ook om Arne weer te zien. Nog een appje uitgewisseld met Arne? Nee, dat niet. Nee. Ja, dan naar die andere 6 tegenstanders. Mooie en unieke affiches ook. Waar kijk je het meest naar uit en wat vind je van deze 6? Nou, ik kijk eigenlijk het meest gewoon naar de Champions League uit. En dan minder naar de tegenstanders. Een aantal ken ik. Ik ben al een keer bij Juventus geweest. Maar dat is natuurlijk ook een echte traditieclub. Dat is mooi. Maar ook een ploeg als Girona, nummer 2 in Spanje. Ja, dat word je niet voor niets. Hè. Ook nu weer, ze winnen gewoon weer met 4-0 afgelopen weekend. Dus dat is gewoon een goede ploeg. En ja, geweldig om tegen dat soort ploegen te mogen spelen. Ja, hoe groot schat je de kans dat PSV overleeft? Want we hebben het niet meer over overwinteren natuurlijk. En is het volgens jou een ongunstige of juist een gunstige loting? Ja, weet je, gewoon heel eerlijk, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Omdat we kennen het format nog niet. Hoeveel punten heb je straks nodig om verder te zijn? Hè? De eerste 8, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar als je bij de eerste 24 probeert te komen eerst... Ja, hoeveel punten heb je daarvoor nodig? Hoeveel keer moet je daarvoor winnen? Ik weet het eerlijk gezegd nog niet. En ook de kracht van de tegenstanders, daar gaan we ons natuurlijk gaandeweg in verdiepen. Eerst morgen maar eens afwachten welke data er gespeeld gaat worden. En dan kunnen we ons wat meer gaan concentreren op de eerstkomende tegenstanders. Ja. Voor zo'n mooi toernooi heb je natuurlijk een complete selectie nodig. Vanavond sluit de markt voor de meeste buitenlandse clubs. Dan weet je in ieder geval wie je binnen hebt. Wat verwacht je wat daar nog gebeurt? En wanneer ben jij tevreden op 2 september? Op welke posities er nog iets bij komt? Ja, goed. Ik verwacht en ik hoop dat er niemand meer weggaat. Nou, dat is eigenlijk wel het belangrijkste al voor ons. Ja, we zijn natuurlijk naar een paar posities aan het kijken of we ons daar nog kunnen versterken. Ja, dus dat is iemand recht centraal. Maar ook op de zijkanten zijn we natuurlijk niet dik bezet. Ik was heel erg blij dat vandaag Mauro weer meetrainde voor het eerst. Maar goed, die zal natuurlijk nog niet inzetbaar zijn dit weekend. Maar die komt dan in ieder geval weer terug. Dus dat geeft je weer een mogelijkheid erbij. Maar dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste posities waar we nog wat aan het zoeken zijn. Maar misschien het allerbelangrijkste is wel dat we verder niemand meer kwijtraken. Ja, maar de kans is groot dat er nog iets gaat gebeuren. Nee, ik verwacht zeker dat er nog wat bij gaat komen, ja. Dan maar gewoon naar het voetbal. Je wint met 7-1 in Almere. 15 doelpunten al in de eerste 3 wedstrijden. Dan hoor je geluiden, ondanks blessures en ondanks een incomplete selectie. En ik weet dat je een hekel hebt aan dit woord. Titelfavoriet. Omdat PSV nu in de Eredivisie, in deze Eredivisie toch echt wel titelfavoriet is. Begrijp je dat en hoe zie jij dat? Nee, ik zie ons zeker als een van de titelfavorieten. Maar we zijn natuurlijk niet de enige. We zijn weer goed gestart met 3 wedstrijden, maar het zijn pas slechts 3 wedstrijden. Dus nog een hele lange weg te gaan. We weten wel wat er voor nodig is om die concentratie te houden. En dat vond ik tegen Heracles een stuk minder, maar dat was er nu gelukkig wel. En dan zie je wanneer wij geconcentreerd zijn, ja, waartoe we in staat zijn. Peppi.
Daar gaat Lozano. Goeie bal is dat. Lozano. Lozano. En 1-6. Ook Lozano maakt nog zijn doelpunt. Ja, maar dan is het natuurlijk ook handig om te weten waar je staat. En nu gaat de klassieker niet door. Dat betekent dat Ajax al 2 potjes dan achterloopt. Feyenoord 1. Je concurrenten. In hoeverre is dat vervelend voor een club als PSV, ja, dat zulke potjes worden uitgesteld? Nou, voor mij persoonlijk helemaal niet. Want wij moeten onze wedstrijden winnen. Als wij al onze wedstrijden winnen, zijn wij kampioen. Dat is een zekerheid. En dan hoeven we niet naar de anderen te kijken. Dus nee, dat maakt mij verder niet zoveel uit. Ik ben vooral met Coët bezig. En of die andere wel of niet gespeeld gaat worden, dat zien we dan wel weer. De open trainingen viel het op dat Bakayoko en Schouten er niet op het veld stonden. Er heerste wat paniek. Vermeende transfers, maar ze zijn nog niet fit. Althans, toen de tijd. Hoe zit dat nu? Zijn ze er zondag gewoon bij? Ja, ik verwacht wel dat ze erbij zijn. We gaan morgen nog een keer trainen. En dan zullen ze alles mee moeten doen. Met name Jedi heeft vandaag nog niet alles meegedaan. Dus we moeten even morgen afwachten. Maar ik ga ervan uit, als dat ook goed gaat, dat ze erbij zullen zijn. En ja, dan moeten we maar kijken. Ja, heb je voor de rest de hele selectie erbij? Ja, los van de bekende blessures natuurlijk. In principe, precies wat je zegt, hè, de bekende blessures. Waarbij het wel fijn is dat Mauro en ook Ismaël wel weer op het veld stonden vandaag. We gaan Noah niet laten spelen. Die heeft tot nu toe alles nog meegedaan, alles nog gespeeld. En we gaan hem nu eventjes wat rust geven het komend weekend. Om dan na de interlandperiode er weer vol bij te zijn. Want dan gaan we natuurlijk de drukke periode in met 2 wedstrijden in de week. Dus we gaan hem nu eventjes een stap terug laten. Oké. Okay. Go Ahead Eagles is ook een aantal spelers kwijt in deze transferperiode. Nou, de eerste wedstrijden zijn niet vlekkeloos gegaan bij ze. Is dan nu de uitdaging voor PSV om de nul te houden? Of waar ligt nu de uitdaging? De uitdaging is om die wedstrijd te winnen. En als dat kan met de nul houden, prima. Maar het belangrijkste is dat we die wedstrijd gaan winnen. En dat zal echt wel weer niet makkelijk worden. Want ik geloof niet in makkelijke wedstrijden. Dat zag je zelfs tegen Almere, waar het nog 2-1 werd. En uiteindelijk win je 1-7. Maar er zijn geen makkelijke wedstrijden. Als je met die instelling begint, dan heb je in ieder geval de juiste instelling. Ja, we zullen dus vol aan de bak moeten. En het klopt wat je zegt, ze zijn een aantal belangrijke spelers, ook in de as wel, kwijtgeraakt. Maar goed, daar zijn ook weer een aantal jongens voor teruggekomen. Dus nou ja, goed. We gaan het zien allemaal. Op naar zondag, dankjewel. Zo is het.